Dezelfde plek als er straks. Ik kwam dus een ander meisje hier tegen die in de corridor boven mij woont, bij Monica en Marina. Zij komt uit Duitsland en zij was hier dus ook op Schiphol, niet meer op deze vlucht. Helaas zit ze niet naast me. Nou, het is dus een vlucht die helemaal niet vol zit. Ze hebben nog twee lege stoelen naast me. En er zijn nog veel meer lege stoelen. Maar we zijn nu ready voor take-off, dus ja, we gaan vandoor. Thank you.
Althans, een paar dagen geleden, we slapen eraan. Ik ben weer in Oslo. En over 2 maandjes ben ik weer thuis. Daar komt mijn koffer al aan. En ik ben heel blij met de Friese band. Want er zijn meerdere die echt op mijn koffer lijken. Ik ben nog niet terug in mijn kamer of ik ben alweer mijn koffer aan het pakken. Morgen vertrekken we namelijk naar Stockholm voor een weekendje. Ik ben heel benieuwd hoe het daar gaat zijn. Het is hier in ieder geval nu wel mooi weer. Het is niet warm, maar ook niet super koud. Het is wel grappig om te beseffen dat toen ik hier wegging er nog best veel bladeren aan de bomen zaten en het ook allemaal op zich redelijk groen was. En nu zie je hier in het hoekje, daar, gewoon al de kale bomen. Dus in dat weekendje dat ik weg was, is er hier veel veranderd. Maar het was echt heel fijn om weer thuis te zijn. En ja, nog 2 maanden en dan ga ik alweer naar huis. Maar nu eerst nog even hier genieten. Het weekend in Stockholm. En dan nog 2 weekjes vrij. En dan weer public health. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Nou, dat was het alweer voor deze keer. Dit keer hebben jullie 3 vlogjes achter elkaar. Dat kwam natuurlijk omdat er een lang weekend thuis tussen zat. En toen heb ik geen vlogje of blogje online gezet. Dus die komt er nu bij. En nu 2 nog. En die komen nu al online omdat ik dus morgen... vertrek naar Stockholm. En we vertrekken morgenochtend vroeg al. Dus dan heb ik geen tijd meer. Dus ja. Ik ben nu nog even bezig met deze vlog editen. En ik moest nog even een eindfilmpje hebben. Dus ik had iets. Nou, maak ik die nu even. Ik ga zo meteen mijn koffer nog even helemaal inpakken. Dat is nog niet helemaal klaar. En dan snel slapen. Morgenochtend vroeg weer weg. Heel erg bedankt voor het kijken en ik hoop jullie volgende week weer te zien en dan met een vlog vanuit Stockholm.